verbaas me er soms over, of ik kan er verdrietig van worden als ik zie dat mensen iets willen delen en kunnen delen, maar dat het gewoon nergens heen raadt, geen kant op, het blokkeert. Zonde. Weet je wat het is? We hebben gezien dat als mensen wel delen, dus om iets vragen en iets durven aan te nemen, ze gelukkiger worden en dat ze samen mooie dingen voor elkaar krijgen. Bij onze Sparkle-actie ging ons team op pad om sparkles te verzamelen en te verspreiden. Dus dat kan van alles zijn, als mensen er maar van gaan glimlachen. Dus een leuk recept delen, een mooi verhaal, een goede spreuk. En dat was dus precies wat er gebeurde. Mensen die een sparkle tekenden of schreven, gingen glimlachen. Degene die ze verspreidden, glimlachten. Degene die ze aanpakten. Maar zelfs de mensen die alleen maar voorbij kwamen en meekeken of meelazen, die glimlachten. Nou, doel bereikt. Deel, deel, deel. We hebben al zoveel. Wat ik zelf niet meer gebruiken kan, mag je hebben van mij. Deel, deel, deel. Er is genoeg, ik heb te veel. Wat ik zelf niet meer gebruiken kan, mag je hebben van mij. Deel, deel, deel. We hebben al zoveel. Wij ontsluiten wat mensen willen delen. Wij zijn de Deelwinkel.